Dit is RTI met Kijk Hilversum, nieuws en reportages. Met deze keer Melvin Platje bij FC Hilversum pupillen. Winter en de zoutopslag. Isoveter Award voor gehandicapte app. Voortgang Villa Industria. Nieuw brandweerlokaal over schoorsteenbrand. Vraag van de week, wat zijn uw winterzorgen? Woensdag 7 december kwam eredivisie-speler Melvin Platje van NEC speciaal naar FC Hilversum om de e-pupillen wat extra techniek bij te leren. Melvin is een goed voorbeeld van hoe het kan gaan. Je begint bij een amateurclub en je groeit door naar het betaalde voetbal. Wat betekent dit voor de kinderen en voor de club? Voor de club is het een enorme uitdaging om zulke jongens hierheen te kunnen halen. En voor de kinderen, mijn zoon speelt zelf hier al en die is er al 2 dagen zenuwachtig over. Dus voor de kinderen betekent het heel veel. Hoe hebben jullie hem hierheen gehaald? Via onze jeugdvoorzitter. Die kent hem via andere mensen. En omdat Melvin hier in de buurt in Bussum woont. Waarom FC Hilversum? Hoe ben je bij FC Hilversum gekomen? Ja, het is toch vlak bij mij in de buurt. En, kom je wel eens vroeger kijken. En, ik vind het leuk om de jongens training te geven. Wat heb je de kinderen precies geleerd? Een beetje vrij lopen en een beetje techniekoefeningen en de kleine dingetjes allemaal wat normale hoort. Doe je dit vaker, jeugdtraining geven? Ja, dat doe ik af en toe wel. Eén keer in de maand of zo doe ik als bij jeugdteams en zo. Dat is wel leuk om te doen. Lopen er wat talenten bij? Ja, wel een paar leuke voetballers. Dus, wie weet, ik zal een paar op de feest zien. De training werd afgesloten met een groepsfoto en een paar handtekeningen. Volgens de voorspellingen komt er een horrorwinter aan. Al 2 jaar achter elkaar was de gemeente hier niet goed op voorbereid. Ja, wat is er fout gegaan? We hadden een mooie schuur met zout liggen hier achter ons. En op een gegeven moment raakte die op en we wilden zout bij gaan kopen. En het scenario voltrok zich dat we totaal zonder zout zaten. Er was niemand meer die ons van zout kon voorzien. En dan kan je nog zo'n goede regie hebben, maar als je geen zout hebt, dan valt er helemaal niks te doen. Dus dat was fataal. Om te voorkomen dat dezelfde problemen zich weer voordoen, heeft de gemeente zich op de volgende zaken gefocust. De zoutinkoop en de aansturing van de sneeuwruimploeg door inspecteurs. Nou, op dit moment ben ik één van de vier daarvan. Één van de vier inspecteurs van afdeling openbare werken. Wij besluiten zelf, volgens rooster doen wij dienst, wij besluiten zelf wanneer er gestrooid moet gaan worden. Wij laten ons daarbij ondersteunen door een gladheidmeldsysteem. En worden daarbij getipt door politie, brandweer en overige hulpdiensten door de regio heen. Ja, en het is wachtlopen. Het is toch proberen om voor die spits op tijd dat bed uit te komen. Even te kijken van hoe is het. Even naar het systeem. Even een belletje met de politie. En dan vooral proberen voor de spits natuurlijk aan de gang te zijn. Want anders dan loopt alles hopeloos vast. De afgelopen 2 jaar bleek wel heel extreem dat het echt super, super streng winter werd. Toen hebben we gemiddeld tussen 1200 en zelfs 1500 ton zout verstrooid. We hebben nu 2000 ton zout gekocht. Dat is eigendom van de gemeente, dus daar kan niemand anders aankomen. Je ziet hier achter ons 500 ton liggen. En we hebben nog 1500 ton bij de leverancier liggen. Een plan waar goed over nagedacht is, in de jaren is dat ontwikkeld en doorontwikkeld. Daar staat ook in dat onder andere politie, ambulance, hulpdiensten, die moeten echt als eerste, dat is ook logisch, moeten op gang kunnen om hulp te verlenen. Daarna gelijktijdig worden de fietspaden gedaan. En ook in dat verlengde worden de overige binnenwijken en aansluitingen ook helemaal gedaan. Je komt niet in alle straten uit. En daar heb je dan andere voertuigen voor? We hebben ook kleine voertuigen en die doen de straten waar wij eventueel niet in kunnen. Maar de routes zijn zo gemaakt dat wij in principe de hele route kunnen strooien. Het zout functioneert als er ook wieldruk op komt, als er ook gereden wordt. Dat is ook het probleem wat je vaak op de fietspaden ziet. De fietspaden gaan echt mee in de prioriteiten met ons. Alleen de mensen hebben vaak het gevoel dat het niet goed gaat of niet goed gaat komen en dat er geen aandacht aan besteed wordt. Maar er is niets minder waar, want daar doen we juist heel veel aandacht aan besteden. Maar door het ontbreken van die wieldruk krijg je het gewoon niet echt lekker voor elkaar. De Hilversumse burgers kunnen zeker wat doen. Want ja, kijk natuurlijk ook de valpartijen voor de kwetsbare groepen, zoals de fietsers en ook de voetgangers. Ja, mensen, bij deze zou ik zeggen, hou zelf je straatje ook schoon en ja, hou het veilig met elkaar. De routes zijn vastgesteld door de gemeenteraad en zijn ter inzage op de website www.hilversum.nl.
Femke van Drogen en Hilde de Wit hebben de IsoVeta Award gekregen voor een app die gehandicapten helpt makkelijker te communiceren. Gefeliciteerd, want we hebben gehoord dat u een prijs heeft gewonnen. Waarmee precies? Ik heb een prijs gewonnen voor de IsoVeta Award. En IsoVeta is een platform voor zorginnovatie. En die hebben jaarlijks een prijs voor het beste idee voor de zorg in de Gooi- en Vechtstreek. Wij hebben een mobiele applicatie ontworpen voor verstandelijk gehandicapten die hen helpt bij het uiten van hun mening aan hun familie, vrienden of begeleiders. U zegt we, heeft u het dus niet alleen gedaan? Nee. Ik heb het samen met Hilde de Wit gedaan. Wij zijn samen aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht net afgestudeerd en hebben dus... Ja, samen onderzoek gedaan naar meningsuiting voor mensen met een verstandelijke beperking en hoe je daar met digitale communicatie iets mee kan doen. Het werkt eigenlijk als volgt. Op het moment dat de cliënt vindt, ik wil hier wat over zeggen, bijvoorbeeld boerenrol met worst aan het eten en daar wil hij dan wat over zeggen, pakt hij de smartphone, daar is de camera, kan je zien waar je wat van wil fotograferen en wat van wil zeggen. Nou, dan kan je op de camera klikken en dan maak je een foto en dan verschijnt het volgende beeld. En de cliënt kan dan aangeven van nou, ik vind boerenkool met worst heel erg lekker. Dan kan hij bijvoorbeeld op heel blij klikken of ik vind dit eigenlijk heel erg vies. En dan klikt hij bijvoorbeeld op boos. Dat wordt dan geüpload naar de eigen tijdlijn. Dus de cliënt kan ook op de eigen iPhone of de smartphone gewoon weer zien... welke foto's hij allemaal gemaakt heeft en wat hij daarvan vond. En als je dan naar een begeleider of naar je moeder bijvoorbeeld wil stappen om erover te praten, dan kan je ook nog inzoomen. En eventueel is er nog een speciale knop waarmee je kan aangeven, hier wil ik het echt even over hebben. Gaat dit idee er ook echt komen? Nou, dat is nog even heel spannend. Die prijs helpt natuurlijk erg, want we krijgen er extra publiciteit mee. En er zijn ook al een aantal mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd zijn om ons te helpen zoeken naar een investeerder eigenlijk. Dus dat proces is nu in volle gang. Dus we zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen om het ook echt in gebruik te laten nemen. Al eind 2005 ging de eerste schep de grond in voor het prestigieuze project Villa Industria. Een voormalig gasfabriekterrein zou omgetoverd worden tot een woonwijk met 385 koopwoningen, een nieuwe sporthal boven het bestaand zwembad en wat kleinschalige bedrijvigheid. Echter, veel schot zit er niet in de zaak. Er is hier een enorme vervuiling. Halverwege de werkzaamheden bleek dat die vervuiling nog veel erger was. Dat is al een tijdje terug. Maar wij vragen al een hele tijd hoe het zit, bijvoorbeeld met de meerwerkkosten die er zijn, de claim die de ontwikkelaar hier heeft gelegd. Gaat hier echt om aanzienlijke kosten en dat vragen wij al een hele tijd. Ik hoop heel binnenkort veel meer duidelijkheid. We zijn in de laatste fase van onderhandelingen. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Dat is nou eenmaal zo, omdat je tijdens de onderhandelingen de kaart in het openbaar tegen de borst moet houden. Een jaar geleden waren we op een punt gekomen waarop ik dacht van nou, we zijn rond, we kunnen verder. En dan komen er toch nog allerlei kleine dingetjes in zo'n heel ingewikkeld proces naar boven die ook allemaal uitonderhandeld moeten worden. En dat duurt veel te lang, naar mijn zin ook. Maar het is niet anders. We moeten er rekening mee houden dat het wel snel afloopt, maar dat het nog een paar weekjes kan gaan duren. Hoeveel extra kosten heeft dit nou Hilversum gekost? Nou ja, de claim die is bekend, die een aantal jaren geleden op tafel is gelegd, bedroeg rond de 10 miljoen. Het is onder andere de reden waarom we zijn gaan praten van wie gaat het dan betalen, wie draait daarvoor op. Het zijn kosten die niemand voorzien had, maar die wel gemaakt moeten worden, want je moet die vervuiling uit de grond halen. Grondexploitaties moeten nog geactualiseerd worden. Hoeveel geld hier nou straks bij gaat moeten. En vinden ook dat Hilversummers dat moeten weten. En ook waarom die bouwput hier maar gewoon blijft liggen. Maar we krijgen het niet los. En als je dit koppelt bij de problemen die de markt heeft en dat wat bij Arnishoeven gaat gebeuren. Dan zitten we hier eigenlijk met het derde project die niet loopt. Hoe staat het Hart van Hilversum daar tegenover? Nou ja, ik zeg u, we weten het niet. Dus we weten ook niet of dit niet loopt of misschien wel. Als je het hebt over de marktomstandigheden, dan is dat natuurlijk wel een reden om je meer zorgen te maken. Maar hoe het precies zit hier met het Villa Industria plan, dat weten we niet. En wij vinden zo langzamerhand dat het tijd wordt om ons te informeren, de raad, zowel als de burgers van Hilversum.
Een aantal jaar geleden is het hele plan van wat er gebouwd gaat worden is al vastgesteld. Er is een bestemmingsplan gemaakt. We weten precies ongeveer, niet op de centimeter nauwkeurig, maar wat voor type woningen er komen en waar en hoe dat eruit komt te zien. Globaal, dus dat weten we allemaal. Alleen door die gif die er in die grond zit, heeft het allemaal veel langer geduurd. Ik heb hier in de buurt een huis gekocht en daar was er ook al duidelijk van ja, onder uw huis zit heel veel gif. Dat is toch niet zo verwonderlijk waar een gasfabriek heeft gestaan dat daaronder heel veel gif zit? Nee, en daarom is ook meteen een saneringsplan gestart. Maar toen bleek dat er het gif hier nog veel dieper zat dan verwacht. Nog onder het grondwater. En dat is een hele lastige klus, omdat je onder het grondwater door die vervuiling moet weghalen. De wethouder heeft gezegd dat er na april 2012 eindelijk gebouwd zal worden. Dat worden dan geen koopwoningen, maar huurwoningen in verband met de malaise op de huidige woningmarkt. Wij blijven het project volgen voor u. Mensen gaan de open haard weer gebruiken. De geuren van het brandend hout opsnuiven en de gedachten de vrije loop laten. Het laatste waar we op zitten te wachten is een schoorsteenbrand. Waar moet je op letten als eigenaar van een open haard om een schoorsteenbrand te voorkomen? Het ontstaan van een schoorsteenbrand ontstaat doordat er brandbaar materiaal in het rookkanaal vlam vat. Dit kan zijn door een vogelnest, bladeren die van de bomen zijn afgevallen. Maar vooral bij de houthaarden is het vaak het creosoot wat zich heeft opgehoopt in het rookkanaal. Wacht even voor, creosoot? Creosoot is een stroperig roet dat ontstaat bij een onvolledige verbranding. Als we een schoorsteenbrand krijgen kunnen we die zelf beperken door de luchttoevoer af te sluiten. Blussen met water nooit doen. 1 liter water geeft 1700 liter stoom. Nou, in een rookkanaal met een diameter van plusminus tussen de 10 en de 20 centimeter gaat 1 liter water, zet 1700 keer zoveel uit. Dus met het gevolg dat die schoorsteen kan gaan scheuren. Ja, en hoeveel schoorsteenbranden heb je ongeveer gemiddeld hier in Hilversum? We zitten nu op een gemiddelde van 2 per week. En kan je daartegen verzekeren? Hoe zit dat? In principe het onderhoud is het behoud van uw schoorsteen. U moet uw schoorsteen door een erkend schoorsteenveegbedrijf laten onderhouden. Dit is de ASPB, het is de Algemene Schoorsteenpatroonbond. Daar krijgt u een certificaat van dat uw schoorsteen is geveegd door een gecertificeerd bedrijf. Het voorkomen van een schoorsteenbrand is ook het voorverwarmen van uw rookkanaal. Is uw schoorsteen te koud, dan kan de roet neerslaan op de wanden. Het creosoot, doordat de wanden te koud zijn, hecht dat zich veel makkelijker aan de wanden. En dit kan weer vlam vatten met een schoorsteenbrand tot gevolg. Dus om goed te kunnen stoken is het belangrijk dat u uw rookkanaal gaat voorverwarmen. Dit doet u door de vuurhaard langzaam op te bouwen. Maak gebruik van aanmaakhout en aanmaakblokjes. En voeg langzaam wat houtblokken toe. Ideale dikte hiervoor is vuistdikte, niet de dikke blokken. Bouw het langzaam op om een goede trek te krijgen en langzaam voor te verwarmen. Dus het toverwoord is eigenlijk voorverwarmen. Om een goede open haard op te bouwen, een goede droge brandstof gebruiken. Vooral bij de houthaarden, hout wat direct uit het bos komt, is niet geschikt om direct te gaan stoken. Je hebt ook allesbranders. Wat kan er nou bijvoorbeeld in een allesbrander? Het woord zegt het eigenlijk al, allesbrander. Dit is eigenlijk een hele verkeerde term. Het is gewoon houtkachel die gebruikt moet worden. En het woord allesbrander, mensen wees erop bewust. Stook alleen mooi en goed schoon hout. Eigenlijk als we verkeerde dingen in de allesbranden gaan stoken. Bij de verbranding komen verschillende stoffen vrij die zich gaan hechten in het rookkanaal. Het gaat vastzitten, het gaat plakken. Met de schoorsteenbrand tot gevolg. Een goede richtlijn is om je schoorsteen 1 maal te laten vegen per jaar. Bij intensief gebruik is dit 2 maal per jaar. Een schoorsteenbrand die herkent u aan een bulderend geluid in uw woonkamer. En ik wil het niet vergelijken met een F-16 geluid, maar het is gewoon een heel goed bulderend geluid. En dat is de aankondiging van een schoorsteenbrand. Als u dit hoort, sluit direct de luchttoevoer af. Daarmee voorkomt u dus dat er zuurstof verder bij komt. En gebruik nooit meer water? Gebruik nooit meer water, nee. Nu ook wel eens dat mensen om een haard aan te maken spiritus gebruiken, is dat verstandig?
Nee, vergelijk het met het aanmaken van die barbecue. Gebruik altijd aanmaakblokjes. Er zijn witte en bruine aanmaakblokjes te koop. De bruine aanmaakblokjes adviseer ik erbij om die te gaan gebruiken. Die zijn milieuvriendelijk en die zijn ook onbeperkt houdbaar. Mark, jij bent schoorsteenveger. Ja, klopt. Wat doet een schoorsteenveger? Nou, die veegt in ieder geval schoorstenen. En die heeft ook een beetje een adviserende taak natuurlijk. Controleert of schoorstenen op de juiste manier gebruikt worden. Rookkanalen in geval als mensen een open haard willen plaatsen of een houtkachel willen plaatsen. Kijkt een schoorsteenveger of, of het kanaal geschikt is. En zo niet wat eraan gedaan kan worden. En wat kom je nou het meeste tegen bij mensen? Ja, roet natuurlijk en ja, creosoot en, ja, en in het voorjaar vogelnesten natuurlijk die eruit gehaald moeten worden. En ja, een beetje afhankelijk van de situatie en de hoeveelheid, hoeveel mensen stoken, wat eruit komt natuurlijk. Ik kom ook bij kanalen, die worden amper gebruikt. En daar komt bijna niks uit, maar ik heb ook wel eens dat er echt behoorlijke hoeveelheden uitkomen en ook behoorlijke vieze troep wat echt brandgevaarlijk is. Ja, en hoe komt dat dan? Dat kan door verkeerd stoken of door een verkeerde, dat de schoorsteen niet aangepast is op het stooktoestel. Dus een houtkachel die op een te groot of een te klein kanaal zit. Mensen die te veel smoren, dus heel veel knijpen eigenlijk, ja, dan gaat een schoorsteen, is ook niet goed voor een schoorsteen, krijg je veel meer teerafzetting. Je moet voldoende verbrandingslucht hebben om een schoorsteen goed te laten trekken natuurlijk. En als dat optimaal is, dan heb je ook veel minder vervuiling. Nou is het natuurlijk heel vreselijk als het je overkomt, een schoorsteenbrand. Als het door een erkend bedrijf is geveegd, ben je dan verzekerd van een goede verzekering? Als je kunt aantonen dat je schoorsteen jaarlijks geveegd wordt, dan ben je gewoon verzekerd. Kijk, het vegen van een schoorsteen is geen garantie dat je geen schoorsteenbrand kan krijgen. Dat is absoluut, maar het kan wel een hoop ellende voorkomen. En het is natuurlijk belangrijk dat men ook elk jaar minimaal één keer per jaar de schoorsteen veegt. Met de winter weer aanstaande, vroegen wij ons af, wat zijn uw winterzorgen? Of ik wel of geen winterbanden moet nemen. Geen? Winterzorgen heb ik helemaal niet. Ik ben erg blij met de winter. Oh, niet gas gebruiken, jongen. Dat is duur. Ik hoop dat het niet al te strenge winter wordt, want ik hou niet zo van al die koude nattigheid. Ik heb eigenlijk weinig winterzorgen, want thuis heb ik een warm haardje. Koude ramen krabben voor mijn auto. Ik heb geen zorgen in de winter, ik vind het heerlijk. Ik geniet van alles, sneeuw, ijzel, alles mag voor mij. Ik heb geen winterzorgen. Ik kan me niets voorstellen wat ik van de winter voor zorgen zou moeten hebben. Ik vind het ook erg fijn dat het koud is, dat de muggen doodvriezen en dat ik nergens meer last van heb van alle zomerperikelen.